Ja, Deo Vijsio Zeefuik, zeg maar, 45e minuut, wat gebeurt daar? Ja, wat we altijd doen, bij aftrap de bal teruggespeeld. Lange bal op mij en ik moet hem verlengen. Ik verleng hem dit keer niet zo goed en ik kom in een duel. Scheidsfluit van overtreding, verder niks aan de hand. Uiteindelijk keek hij terug en vond hij het een slaande beweging, terwijl die ik nooit heb, dat heb ik nooit gemaakt. Nee, maar dat gaf je duidelijk aan. En dat, maar dat kunnen jullie wel als verweer gebruiken natuurlijk. Want ik hoorde Mark-Jan Fladeres net zeggen, we gaan in beroep. Maar we zijn het er niet mee eens met die rode kaart. Ja, klopt. Ik ben het zelf ook niet mee eens. En ik had ook, had ik ook gelijk gezegd dat de boys op het veld. Maar uiteindelijk is de beslissing al genomen en kan je er niks meer aan doen. Ik heb een moment inmiddels 10 keer teruggezien. Ja, een belachelijke rode kaart gewoon. Ja, zeker. Ik kom gewoon op. Ik spring meestal hoger dan mijn tegenstander. Dus dan kan het zo zijn dat ik in het duel kom. Maar ik heb nog nooit de elleboogstoot gegeven. Dat zal ik ook nog nooit doen. Nee, maar als je gaat springen en je springt naar die bal, dan gebruik je altijd je armen een beetje. Dat is normaal toch? Ja, tuurlijk. Het is gewoon, zijn gewoon normaal voetbaldingen. Maar ja, het is wel toevallig dat we voor de 4e keer al benauwd zijn door dezelfde personen. Ja, maar daarvoor gebeurt ook al het een en het ander. Hè? Je had het een beetje aan de stok met Midden-Noord. Wat gebeurde daar allemaal? Want ja, volgens mij gingen daar rare geluiden rond. Ja, nee, ik had het niet aan de stok met ze. Ze zeiden wat meer met mij. En ik vind fanatieke supporters en fans altijd mooi om te zien, maar niet uit of thuis. Maar ik hoorde wel inderdaad een aantal geluiden die ik niet vind kunnen. Maar daar wil ik het niet over hebben. Maar ik vind alleen dat ik wel gezegd heb dat ze zulke geluiden niet door de beugel kunnen. En ik heb ook de scheids aangegeven, hoor je het ook. En uiteindelijk heeft hij er niks mee gedaan. Ja, maar je liet jij daardoor dus niet provoceren? Nee, in het begin keek ik wel naast, maar toen zei Mike ook gelijk bij Deo, focus, blijf gefocust. En het was ook gelijk klaar voor mij. Ja, want jullie speelden gewoon een hele goede eerste helft. Ja, klopt. We waren ook gewoon beter. ADO begon met lange ballen in het begin. Het leek gevaarlijk, maar kwam helemaal niks uit. En uiteindelijk kwamen we met een snelle counter op 0-1. En was eigenlijk niks aan de hand, nee. Ja, een prachtige goal, hè. Maar als die Gabriel eenmaal de motor aan heeft, dan hou je hem niet meer in, hè? Nee, klopt. Dan is hij weg inderdaad, ja. Dus vind ik wel mooi om te zien. Ja, maar dan krijgen jullie ook nog de kans dan op 2-0 en misschien wel 3-0 zelfs. Ja, dat kun jullie ook verwijten, alleen dat je die goal niet maakt. Ja, klopt. Het is jammer dat we dan de kans niet afmaken. Maar voor mijn gevoel ben ik gewoon heel blij dat we niet hebben verloren hier. Ja, want jullie laten daarna eigenlijk in de kracht komen door heel veel vrije trappen weg te geven. Waardoor zij de 1-1 scoren. Ja, dat is zeker zo. Maar de jongens zijn grote jongens. Daar heb ik het over Nees, de Immers. En bij elk lichtcontact vallen ze en de scheids gaat daarin mee. En dus ik vind het maar niks. Ja, maar jullie zijn er wel voor gewaarschuwd door trainer Danny Buis. Nee, klopt. Had hij inderdaad van tevoren aangegeven, ja. Heb je de tweede helft nog een beetje kunnen zien? Of? Ja, ik heb hem live gekeken op mijn telefoon. En met veel spanning. Maar uiteindelijk ben ik toch gewoon blij dat we niet hebben verloren door mij. Hey, maar als je het goed bekijkt, hadden jullie gewoon aan moeten winnen. Met Kaiser uit, Joel en Soro. Jullie kregen gewoon de beste kansen tegen een 11-man van ADO. Ja, klopt. Dus vind ik wel mooi knap gedaan van ons. Maar uiteindelijk niet vergeten dat ze elke kans hadden die Django nog wegtikt voor de lijn. Ja. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Dus daar kijk ik ook echt naar. En dan krijgt de trainer ook nog eens rood van deze scheidsrechter. Ja, zoals u het zegt. Ja, dan kun je de trainer een hand geven eigenlijk, want ja, daar koop je eigenlijk niks voor. Hè? Net als je zegt, het is de 4e keer dit seizoen dat jullie benadeeld zijn door deze scheidsrechter. Ja, waar moet je daar nou mee? Ja, weet ik ook niet, maar we gaan het aanvechten en dan kunnen we misschien ons gelijk krijgen. Maar verdere uitspraken daarover wil ik niet echt doen. Nee, maar het is toch logisch, het is toch heel normaal dat je hier tegen in beroep gaat en ik neem aan dat je gewoon donderdag en zondag kunt spelen. Ja, ik hoop het wel. Dus als het gewoon de normale gang van zaken, als het gewoon normaal gebeurt, dan zeker wel. Maar dit spel van de eerste helft moet jullie veel vertrouwen geven. Jazeker, we voetballen goed en dat moeten we blijven vasthouden, want dan kunnen we voetballen.